Sawadeekap en welkom bij de nieuwe vlog. We zijn in Bangkok in Thailand. Met het geluid van de piano aan de ene kant van het hotel. En het bouwen aan de andere kant weet je dat we in een wereldstad zitten. Dankjewel, Koen. En dat het 30 graden is al. Het is 8:45 ochtends. In Nederland zijn ze ijs aan het krabben. En sneeuwt het een beetje. Warm, joh. Oh. Het is inderdaad een beetje warm. Bangkok eerst. Een paar dagen. Dan gaan we naar het noorden. Naar Chiang Mai en Chiang Rai. We komen theevelden tegen. We komen rijstvelden tegen. Enkele warmwaterbron misschien. Echt waar? Echt waar. En dan gaan we heerlijk met onze eigen auto naartoe. Maar eerst dus een paar dagen Bangkok. We zijn in het Mövenpick Hotel BDMS. Wellness. Home away from home. En we gaan zo dadelijk lekker ontbijten. En bij het ontbijt neem ik natuurlijk dingen die ik thuis nooit neem, zoals worstjes, spek en ham en omelet. We gaan heerlijk genieten. Volgens mij zijn dit kruisbessen, die had ik als kleine jongen vroeger thuis altijd. Zijn in Nederland niet meer te krijgen, maar volgens mij lijken ze erop. Ga eens proberen. Kaptoenkap. Dat is de cappuccino en die oda zet je hier even in. Wat een goede gewoonte in het Mövenpick Hotel is, ja, oh, is oké. Ik presenteer even tussenuit door. Ja, is dat tussen 4 en 5 chocolade uur weer? Chocolate hour. Yes. Oh yes. En ik heb al 2 stukjes meegenomen naar beneden. Wat een feest. Koen zit lekker in de sauna en ik ga nog even naar buiten om jullie wat kerstige beelden van Bangkok te laten zien voordat wij zo dadelijk een hapje gaan eten. Want niemand mag met kerst alleen zijn. Ho, ho, ho. Ik zeg, start de kerstmuziek. Nou, dat was het in Mövenpick Wellness BDMS in Bangkok. Wat een fantastisch hotel. Ik zeg nog maar even, alles in deze vlog is niet betaald. Als we iets leuk vinden, vinden we iets leuk. Als we het niet leuk vinden, dan melden we dat ook. Koen zit al in de auto. De diesel ronkt, terwijl we in Nederland elektrisch rijden. We gaan op pad, we gaan richting het noorden van Thailand. Ik heb er zin. Sla rechtsaf. De eerste halte in ons avontuur richting Noord-Thailand, Ayutthaya. Heb ik net in het hotel nagevraagd, zo spreek je dat uit. Het is een hele oude stad, het was vroeger een koningsrijk. Maar het zijn vooral hele mooie bouwsels. Onderweg moet uiteraard ook voor de inwendige mens gezorgd worden. En dan heb je overal in Thailand langs de weg met pleintjes waar allerlei zaakjes zitten. En wij zijn door op de Café Amazon. En er hoort natuurlijk een Hollandse stroopwafel bij. We zijn aangekomen bij ons nieuwe hotel, het Patara Resort en Spa in Phintsanulok. Halverwege de rit naar Noord-Thailand. En het is ongelooflijk. We hebben een drijvende villa. Koen schudt heen en weer op een schommelbed. En die drijvende villa kijkt uit op een enorme vijver waar allemaal lelies in liggen. Het is echt. We waren 5 minuten geleden op een drukke verkeersweg toen we hier naartoe reden. En nu plotseling in de stilte en in de natuur. Het is een sprookje. Een nieuwe dag in Thailand. We zijn heerlijk aan het ontbijten bij de vijver. Het zijn trouwens geen lelies, maar het zijn lotusbloemen. Heb ik inmiddels geleerd. En we gaan ontbijten en daarna gaan we naar, om te beginnen, Sukhothai. Dat is een hele mooie oude stad. Gaan we kijken en dan gaan we door naar het hotel. Na het Sukhothai Park zijn we nu op weg naar Mao Sot, ons volgende hotel. Dat is nog 150 kilometer door de heuvels en de bergen. En dan kom je onderweg naast Koen, die daar achter mij staat, deze prachtige Boeddha tegen. Lekker, ik zou het niet geloven. Zoet aardappelijs.
zijn op onze tocht door de woeste bergen even gestopt. Want het mooie is, tegen die bergen op verbouwen mensen hier mais. Achter mij ligt allemaal pulp. En het wonderlijke is, hebben we bepaalde voertuigen waarmee ze steil tegen die berg gaan, die mais ook kunnen oogsten. Kijk, en hier kan je dus zien dat het mais is met een beetje boter. Ja. Heerlijk. Een nieuwe dag in de vlog en we zijn al onderweg en we zijn in the middle of nowhere, vlakbij de grens met Burma en Myanmar, langs, hoor je wel, de provinciale weg, door de heuvels heen. We hopen vandaag weer wat avonturen te beleven. We waren wanhopig op zoek naar ergens waar we koffie konden drinken. Er is hier niet zoveel, er zijn hele kleine dorpjes en Koen heeft wat gevonden, dus we kunnen aan de cappuccino. Nou, proost. Doe er maar een beetje suiker in, want ja, in het Thais uitleggen dat ik eigenlijk twee zoetjes wil die tegen de klok in gewerveld moeten worden, dat was net iets te veel. Dus een beetje suiker, 18 calorieën. Een nieuwe dag uiteraard, een nieuw shirt, groen dit keer. We zijn nog even in Mao Hong Song bij het prachtige bad hier. En daarna gaan we de bergen weer in. Nog steeds in Mao Hong Song. Net waren we beneden bij het wat. En nu zijn we bovenop de berg bij het wat. Het is maar wat. Even een stopje gemaakt van een rijstveld, want dat zie je ook niet bij ons. Rijst, lassitoverrijst, maar dan voordat het bak ingaat. En dan zijn we dus lekker aan het rijden met de auto met een Nissan Terra. En dan zien we een bordje staan, viewpoints. Nou, heb je in Nederland ook wel eens, maar niet zoals dit. Rotte eieren. En het is niet wat je denkt. Het zijn hot springs, kokend heet water. Met een indringende zwavellucht. Zo uit het korstje van de aarde omhoog borrelt. Nou, ze zijn nog niet helemaal gaar. Nog een minuutje, denk ik. Ja, het is hot, hè? Hot spring. Erg heet. Na onze avontuurlijke bergrit zijn we dan toch nog in één stuk aangekomen in het stadje Pai bij het Reveille Siam Hotel. Het is van een ongekende schoonheid, een beetje jaren 30 sfeer, prachtige kamer, schitterende zwembaden. Kortom, we gaan genieten hier. We zijn Pai weer uit en op weg naar Chiang Mai. En alles hier in Noord-Thailand gaat door de bergen. 100 kilometer kan zomaar 3 uur duren. 2,5 uur naar Chiang Mai. 2000 meter hoogte, enorme druk op mijn oren. Er zijn ook kippen en hanen hier. En Koen is koffie aan het halen, want bovenop die berg is dan ook weer een koffiestalletje. Nou, dan zijn we in Chiang Mai in het Ratilana Riverside Hotel met een pina colada. Virgin uiteraard zonder alcohol, want dat doen we niet meer. We gaan wandelen, we gaan de stad bekijken en jullie zijn er weer bij. En zo zijn we uit dat mooie hotel op excursie in de buurt van Chiang Mai. Dat doen we normaal nooit, we doen alles zelf. We hebben een eigen auto hier in Thailand gehuurd. We
zelf een beetje kunnen bekijken. Maar vandaag gaan we met zo'n busje, omdat het handig is. Zo, dit is Youth, oude guide, onze gids voor vandaag. We gaan naar de watervallen, we gaan op een stukje de berg in, dus we zijn veilig met Youth. Youth laat ons achter en we zijn overgeleverd aan deze meneer. Dag Youth. Hij gaat zorgen dat wij niet omkomen en nergens afvallen. What is your name? My name is Boo. Say hi to the people. Hello, my name is Boo. We gaan hiken, of zoals ze tegenwoordig zeggen, hike. Yes. Langzaam, langzaam. Langzaam? Langzaam. Uitgeput is een sterk woord met mijn conditie, maar wel een beetje moe en bezweet. Zijn we aangekomen bij het einde van de hike en daar is koffie. Nou denk je, koffie, dat komt in een pak, maar nee. Ik weet niet of je het kan zien met de camera, maar dit zijn koffiebonen. Nou. Nou. Dit is lekker, maar een beetje sterk. Nou, dat is echte koffie, hè? Echte koffie uit Thailand. Nu de supermarkt. Een nieuwe dag, nog even een paar uurtjes in Chiang Mai. We gaan straks naar Chiang Rai. Dat ligt hier 160 kilometer vandaan, dus dat wordt in 3 uur door de bergen. Maar even toch nog de sfeer proeven van deze stad, de drukte en mogelijk een koffietje. We zijn inmiddels in Chiang Rai en we hebben heerlijk geslapen in de Bamboe Boutique Homestay. We blijven hier 2 dagen, daarna vliegen we naar Phuket, maar vandaag gaan we naar de theevelden. Een wandeling en theeproef. We zijn via een hobbelig zandwerk, niet heel goed voor de rug, maar wel heel mooi, terechtgekomen in een wonderlijk samenraapsel van bloemen, van rijstvelden aan de ene kant op fietsen met bloemen. Het doet een beetje denken aan de scheetjes waar we onlangs waren. En daar drinken we dan. Cappuccino. Een Thaise kitsch, maar wel heel grappig. We zitten op 2000 meter hoogte, denk ik, en we gaan een stukje wandelen. De thee die normaal thuis in zo'n bijltje komt, die groeit hierachter. En zo ziet dan een blaadje thee eruit. Het is Earl Grey volgens mij, maar dan zonder het buideltje. Waren we net boven in de bergen bij wat kleinere theevelden, nu zijn we op een plantation. Een enorme hoeveelheid thee in alle soorten. Wat een mooi gezicht is dit en het ruikt ook heel erg lekker. Nou, dat was de reis van Bangkok naar Chiang Rai. Ik zit aan een tuna sandwich, maar Koen zei terecht, het zou ook chocopasta kunnen zijn. Het smaakt echt helemaal nergens naar. Op het vliegveld van Chiang Rai. We stappen straks in en dan vliegen we naar Phuket en daar gaan we verder. En dan zijn we weer terug in het Paradise Resort in Khao Lak. En het leuke is, vorige keer waren we hier ook. Hebben we ook gefilmd en het filmpje naar die mensen hier toegestuurd en die wisten dat nog. Zelfs zodanig dat ze op bed, heel mooi met blaadjes en dingetjes, welkom terug. Bananenblad zelfs hoor. Welkom terug, Jan en Koen hebben neergelegd. Het ziet er mooi uit. We zitten in een bungalowtje, we zitten aan de rand van de tuin. Een geweldig mooie badkamer, het ziet er zo mooi uit van binnen. We zijn heel blij dat we hier weer zijn. Kijk eens wat leuk. Mooi kleurtje toch, hè? Lekker naar het strand.
tweede stopje op weg naar Bangkok na een lange maar hele mooie rit met de auto is Hua Hin, het Hyatt Regency Hotel. We zijn wel zeker 10 keer geweest, maar het blijft fantastisch. De kamer is mooi, de tuin is fabelachtig mooi, de zee is lekker warm en het eten is lekker. Kortom, we gaan die 4 dagen lekker genieten. Even een struikgewasnest om goed in shot te komen. Dit is het plaatselijke weerstation in Kokosnoot. En dan loop ik even quasi nonchalant, als het weer daar toevallig ligt, over de loopbrug. Goedemorgen. Een nieuwe dag in Hua Hin en die beginnen wij altijd graag met een kleine zwem. Sportieve rode zwembroek. Het is een enorm zwembad met bruggetjes en watervalletjes. Het is een heel kanaalstelsel en het zorgt ervoor dat we wat calorieën verbranden voor het ontbijt straks. Bezig met de laatste voorbereidingen. We gaan zo een hapje eten. Maar we zijn in Hua Hin en in die plaats woont Martijn van B&B Vol Liefde. Het is nog licht, dus we gaan ietsje eerder weg. We gaan straks aan het strand eten. Want we gaan even bij hem langs, bij Martijn. Dat was wel wennen, hè? Nou, daar zijn we dan. Daar zit hij. Hoe gaat het met je? Ja, met Mike gaat het goed. Ja, het goed, ja. Ja, het gaat goed. Veel mensen door het programma hier naartoe. Heel veel mensen die C-Cheese vinden. Ja. Dagelijks cursus. Ja, het is een attractie. Je bent een attractie. Je bent een ster. Nou, ja. Ik krijg gewoon mijn tijd. En nou is het bijna kerst en je kent Robert en Brink. Niemand mag met kerst alleen zijn. Hoe is het met de liefde? Nou ja, laat Robert en Brink maar iemand brengen. Ja, met de liefde hoef je geen zorgen te maken, dat gaat de goede kant. Zwaai maar even naar de mensen thuis. Over 400 meter, arriveer je op je bestemming. En zo zijn we dan weer terug in Bangkok. Ik dacht, ik zoek een rustig plekje op om even het slotwoord te houden. Vlak voor een gebouw dat ze aan het bouwen zijn, maar ja, dat heb je in Bangkok. Het was een fantastische vakantie. Koen zit daar trouwens, even kwijt. Hier is het water alweer ingedoken. We zijn in de bergen geweest, richting Shanghai. Dus vanaf Bangkok naar boven om te beginnen. Allerlei bochtige wegen en overal leuke hotelletjes onderweg. Daarna zijn we van Shanghai naar Phuket gevlogen, als je ook eens naar Thailand wil. En vanaf Phuket weer via allerlei hotelletjes, waaronder Hua Hin. Wat was toch prachtig, het Hyatt Hotel. Weer terug hier in Bangkok. Terwijl het water mij over de slippers slaat. We hebben genoten. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de vlog. Ik zeg tot de volgende.